Het zijn afschuwelijke uitspraken, maar de vrijheid van meningsuiting is er ook voor uitspraken die ik onprettig of kwetsend vind. Ja. Maar het gaat bij, uh, bij die haatpredikers nog over iets anders. Je hoeft niet iedereen tot je land toe te laten. Dus ook als een uiting zelf nog niet strafbaar is, hoeven wij geen visum te verlenen aan iedereen die hier. ...met het doel komt... Maar dat is toch meten met om twee onheil te, te stichten? Toch? Nee, dat is niet meten. Je wilt toch ruimte geven aan alle opvattingen? Dat is toch ook die vrijheid van mening. Er is ruimte aan alle opvattingen, maar het is nog iets anders... ...dan dat je haatpredikers toegang biedt tot je land. Een podium biedt. Wij hebben in de zomer gezegd... ...juist omdat we ons zorgen maken over radicalisering... ...omdat we onze jongeren willen beschermen tegen dat gedachtegoed... ...moet je van alles doen. Je moet een weerwoord organiseren. Ja. Maar je moet ook kritisch zijn... Tegen rondreizende haatpredikers maar, die in Nederland... Maar u noemt het haatpredikers, maar u weet toch niet of het haatpredikers zijn? Kunnen het kunnen toch ook mensen De zijn. voorbeelden die u gaf. Uh, mensen die, uh, die dood aan christenen, dood aan joden. Uh, het, het, het goed praten van terrorisme. Uh, steun uitspreken voor Jabhat al-Nusra. Ja. Iedereen zal het ermee zijn dat dat, dat dat verwerpelijk is. Maar dat Als het niet loopt als, als, eend, dat zwemt, het als een eend, zwemt als een eend, vliegt als een eend en kwaakt als een eend, is het misschien een eend. Dus ja. als je allemaal haat uit, haat verspreidt. Bezig bent mensen tegen elkaar op te zetten, mm -hmm. dan noem ik dat haatprediken. En Maar ja, als u, als u zegt van haatpredik is mensen tegen elkaar opzetten, vindt u dan ook dat Wilders dat bijvoorbeeld zich schuldig gemaakt? Je moet iedere nou even, kom zo Wilders, maar je moet iedere keer wel proberen af te wegen: is mm -hmm. dit gewoon een mening die, 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 die niet het gemiddelde is, ja. maar wat heftiger is, of wordt hier echt haat gepredikt? Uh, wat Wilders doet, mag hij doen. Hij is gekozen volksvertegenwoordiger. Ja. Uh, het gaat niet om de vraag of we Wilders een visum geven. Uh, ...soms komt hij wel heel dicht bij uh, haatprediken, ja. omdat hij uh, willens en wetens mensen niet op een individuele ja. gedrag beoordeelt... Ja. ...maar ze beoordeelt omdat ze lid zijn van een groep, omdat ja. ze Marokkaans zijn of omdat ja. ze moslim zijn. Ja. Maar de beste reactie is dan nooit hem het spreken onmogelijk maken. Ik vind het ook vreselijk dat hij bedreigd wordt. Ik vind ja. dat hij ook in vrijheid zijn mening moet uiten. Maar ja. er moet wel weerwoord zijn. En ik zal ja. altijd weerwoord bieden als uh, mensen als individu... Worden behandeld alleen maar op grond ja. van de groep waar ze bij horen. Want iedereen heeft in het land iedere dag de keuze ja. om in vrijheid te leven en een bijdrage te leveren. En dat miskent hij.